De regering zal in verband met de oorlog in Oekraïne de Surinaamse burgers tijdelijk subsidiëren in de vorm van een subsidiekorting op diesel en unleaded. Dit komt neer op een negatieve government take welke met de oliebedrijven zal worden verrekend. De financiering van de subsidies wordt gekoppeld aan de extra inkomsten uit staatsolie vanwege de internationale hogere olieprijs. Op deze manier wordt de doorwerking van de stijging in de internationale prijs voor burgers zoveel als mogelijk gedempt. De finale subsidiebedragen en daarmee samenhangende pompprijzen zullen aanstaande vrijdag in de regeringsraad worden vastgesteld. Het voorgestelde subsidiesysteem gaat uit van object subsidie en zijn uitdrukkelijk bedoeld als tijdelijke maatregel. Een nadeel van object subsidie is dat iedereen deze ontvangt, ook personen of instanties die daar eigenlijk geen aanspraak op maken. Daarnaast neemt de kans op smokkel naar Guyana en Frans-Guyana toe, waar de pompprijzen hoger zijn en er geen subsidies worden gegeven. In dat kader is de regering overigens doende de controle aan de grenzen verder op te voeren.